Handel over water. De Nederlanders gebruiken al eeuwen water om met schepen handel te drijven. De waterwegen waren lange tijd de belangrijkste wegen en nog steeds wordt 90% van alle handelswaar in de wereld over water vervoerd. Het water is ook erg belangrijk geweest bij de ontwikkeling van de Nederlandse steden. De meeste historische steden hebben namelijk allemaal een haven. In de 14e eeuw ontstaat er een verbond van handelslieden in Duitsland en Nederland. Dit verbond noemen we de Hanze. Aan rivieren gelegen steden zoals Kampen, Deventer en Zutphen ontwikkelden zich tot machtige handelssteden. De handelswaar werd vervoerd met zogenaamde koggeschepen. Dat waren korte en brede schepen die veel goederen konden vervoeren. In de 17e eeuw gaan de Nederlanders de wereldzeeën bevaren. Ze bereiken zelfs Azië. Om de handel daar zo goed mogelijk te laten verlopen, werd de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht. Afgekort VOC. De VOC-kapiteins voeren op grote Oost-Indië-vaarders rondom Afrika naar Indië. In Indië haalden ze specerijen zoals nootmuskaat en peper, luxe stoffen en thee. En in de belangrijkste handelsstad van de 17e eeuw, Amsterdam, werden pakhuizen gebouwd om al die handelswaar op te slaan. In de 19e eeuw worden in Nederland kanalen gegraven om de vaarroutes korter te maken. Er komt een Noordzeekanaal van de kust bij IJmuiden naar de haven van Amsterdam en de Nieuwe Waterweg wordt gegraven, dwars door de duinen bij Hoek van Holland naar de haven van Rotterdam. In de 20e eeuw ontwikkelt de haven van Rotterdam zich tot de grootste haven van Europa. In Rotterdam komen containerschepen vanuit de hele wereld binnen. De handelswaar in de containers gaat via goederentreinen en vrachtwagens verder Europa in. Handel en vervoer over water zijn dus erg belangrijk geweest voor de Nederlandse steden. Van korte wendbare koggeschepen via de grote Oost-Indië-vaarders tot aan de enorme containerschepen in de haven van Rotterdam. Er kan steeds meer handelswaar op een schip.